Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 27 juni 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag uiteraard weer een paar morsewoorden en verder een SSTV-afbeelding in PD50. Volgens verschillende bronnen heeft Brand Meester een nieuw dashboard genaamd Helgen en die werd geïntroduceerd in Friedrichshaven. Volgens de site hamdigitaal.nl zijn er de volgende belangrijke wijzigingen. Vernieuwing van de code die geschikt is voor nieuwe toepassingen, het ondervangen van de huidige templateproblemen, een betere gebruikservaring en snelheid, gebruikersintegratie, master server en repeater configuratie en beter gebruik op mobiele toestellen. Ik neem aan dat het smartphones betreft. Het nieuwe dashboard dat in 4 fasen volledig zal worden uitgerold is nu al voor iedereen beschikbaar. Brandmeister is de naam van het op dit moment populairste netwerk voor de digitale spraakmodus DMR. Ja, en ik ga hier nog in aansluiting een beetje op door op de site van de Veron in Amersfoort. Een verslag van een aantal afdelingsleden aan Friedrichshaven. Ik kom zelf uit Amersfoort, dus het is erg leuk om een foto te zien van CW-fanaat Gerard Pedino PIW. Samen met de bekende Italiaanse high-quality seinsleutelbouwer Pietro Begali, I2RTF. Gerard ken ik al sinds mijn vroege tienerjaren. Maar goed, er staan ook zaken in het artikel die het lokale nieuws in Amersfoort overstijgen. Zo is Rudy PD0ZRI nauw betrokken bij het brandmeesternetwerk uit het vorige onderwerp. En Rudy gaf tijdens een van de lezingen dus een uitleg over het nieuwe dashboard van Brandmeester. De website van de Veron in Amersfoort is te vinden op veronamersfoort.nl. Amateurs in Andorra mogen sinds 16 juni ook de 4 meterband gebruiken. Ze mogen 70,000 tot 70,200 gebruiken in alle modulatiesoorten en 10 watt maximaal zendvermogen op non-interference basis. Jean-Jacques C31US zal van 12 tot en met 14 augustus QRV zijn met de speciale roepnaam Charlie 37 Mike Sierra tijdens de Perseidenregen. We maakten er eerder al melding van dat Atlantis Radio 1395 vanuit Grauw op 1395 kHz in de lucht is gekomen. Op de web SDR van Twente is het waarschijnlijk de draaggolf van dit station die daar goed te horen is. Leo PA3ELQ stuurde mij een fragment met het signaal zoals dat bij hem in Hogeveen doorkwam. Daar was zonder meer modulatie op te horen en meer ook dan bij de web SDR, maar verstaanbaar was het niet en zeker ook niet geschikt om in de uitzending te laten horen. Inmiddels zijn er meer stations bekend geworden. Atlantis Radio 1395 en Radio Theepot uit Gasselte-Nijveen op 747. Die had ik ook al genoemd. Verder kreeg Radio Babylona in Musselkanaal vergunning om uit te zenden met 100 watt. Ook op 747 kHz. In Rotterdam is het wereldstad The Heartbeat of the City die op 828 kHz vanuit Rotterdam Hoogvliet mag uitzenden. In Os is het Memories AM dat op 1251 kHz een vergunning kreeg. Andere stations met de vergunning zijn bijvoorbeeld Radio Cupra en Emmer Compascum op 1395. Dit zijn dus allemaal 100 watt stations. Een van de 1 watt stations is ook bekend geworden. Dat is Amsterdam op 1485 kHz vanuit Amsterdam uiteraard. Ik zal vanavond een overzichtje van alle huidige AM-zenders plaatsen op pnl.ete.nl. Het blad CQPA van juni kan momenteel gratis worden gedownload vanaf vrza.nl. Ik overweeg trouwens om als vervolg op de serie Antennes, die even in de pauze toet staat, een serie over digitale spraakmodus en in het vervolg daarvan misschien ook digitale korte golfmodus te gaan maken. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen DMR en DPMR? En kun je met Fusion meer dan met de andere modus? Kun je met Tetra misschien toch niet ook stiekem C2000 afluisteren? Nou, dat zijn de vragen die ik wil beantwoorden. Maar goed, het onderwerp digitale spraak is daarbij slechts één van de opties. Ik heb nog meer ideeën, maar we zullen wel zien waar het op uitdraait. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xdv.me. Toch is het leuk, zo'n bovenregionale Antilliaanse Jupiter.